LGBT, een onderwerp waar voor velen nog een taboe over is. Ik ga in gesprek met mensen over de community om hun beeld ervan weer te geven, maar we beginnen eerst op straat met een heel simpele vraag. Homo. Anna. Ik heb een vriend die homo is. Vriendschap, liefde. Zelf zijn. I think of people that have to deal with a lot more than the normal person does every single day. I think of how brave they are to come out into the world and never know how you're going to be treated by somebody. Dat zijn lieve mannen. Ja. Lesbies. Mensen die elkaar graag zien. Jongeren. Oké. Ik denk dat het zelf ernaar probeert gij eens. Ah, homoseksueel. Dat maakt mij niet uit. Seksuele oriëntatie. Niet van toepassing op mij. Kijk, ik ben een filosofisch type, hè. Gewoon biseksueel. Ik vind elke vorm van iemand zijn seksualiteitsbeleving voor zichzelf normaal. Dus ik zie niet in welk woord ik daarop moet plakken. Hè. Homo. Regenboog. Wouders. Regen. Regen? Really? Laten we eerst even terugduiken in de geschiedenis van de holibi-rechten. Het begon allemaal in 1795, wanneer homoseksualiteit werd gelegaliseerd. Maar wel boven een bepaalde leeftijd. Maar daar bleef het gelukkig niet bij. Want eind jaren 60 beginnen ze volop met strijden voor gelijke rechten. In 1969 vonden de Stonewall-rellen in New York plaats, nadat 9 politieagenten een homobar binnenvielen. Dan organiseerde de Holy Bees de Gay Parade, op de strijden tegen gelijke rechten. Daarna volgden ook andere landen. De eerste Pride in België bevond zich in 1978 te Gent. In 2003 werd het homohuwelijk in België legaal gemaakt. België werd daarmee na Nederland het tweede land ter wereld waar holibi's met elkaar kunnen huwen. En in 2006 mochten holibi-koppels ook adopteren. Eigenlijk zijt je niet bi, maar gewoon gay. Ja, kijk, zijt je nu ook op alle twee verliefd? Nee, ik ben maar op één iemand verliefd, maar ik kan gewoon ook op het andere geslacht verliefd worden. Dat er zo, toen ik uit de meisjeswc kwam, dat er iemand naar mij toe kwam en zei dat ik in de jongenswc hoorde, dat wel nogal aan het hand was. Of het een fase is en of ik al verliefd ben geweest op een meisje en of mijn ouders het weten. Veel mensen die vragen dan aan mij. Hoe dat het voelt om gay te zijn, maar er is niks verschillend tussen gays en hetero's. Veel mensen denken over biseksuelen, dat is eigenlijk 100% voor één geslacht gaan. Maar omdat dat onder geslacht gaat, dat ze zeggen ze van ja, kijk, ik ben bi, voor dat een beetje te onderdrukken. Maar dat is niet. En dat gebeurt wel, maar ik vind dat mensen er niet van onder mogen uitgaan dat het zo is. Je kunt veel interessantere dingen vragen dan weten uw ouders het. Allee, meestal is dat gewoon mensen die niet tegen mij praten of mensen die daar naar mij kijken. Hetero's zijn ook niet beginnen uitlachen van hahaha. Ja, jij valt op jongens of jij valt op meisjes. En ik probeer dat dan ook altijd duidelijk te maken aan die mensen, maar ze begrijpen dat niet. Ze zeggen altijd van, je valt op hetzelfde geslacht, dat is toch speciaal. Maar er is niks speciaal aan. Ik denk niet dat ze zo een punt moeten maken rond gay best friends. En gewoon dat ze het gewoon moeten benaderen zoals ze elke straight persoon behandelen. Ik vind sowieso dat er meer representatie in de media moet zijn. Gewoon simpel in de reclames en zo, dat er geen groot spel wordt van gemaakt. En ik vind dat mensen ook gewoon openlijker moeten zijn over gay zijn en ja. Was oppervlakkig.
Ze zijn er een beetje te oppervlakkig over, vind ik. We moeten niet proberen te vermijden om homo's te steken in reclames of kinderseries. En dan gaan ze daar later niet eens bij nadenken en dan gaat de wereld daar stapje voor stapje ook gewoon niet meer over nadenken. Als ze zo'n hard spel van maken van wow, zeg je bi, zeg je lesbisch, zeg je homo, nee. Doe er gewoon normaal tegen, het is niet of dat een andere persoon is. Vind ik dat je uit de kast moet komen? Eigenlijk vind ik van niet. Nee, ik denk dat daar niet zo'n ding rond moet gemaakt worden, want dat zou niet fair zijn. Nee, al ja, als je dat nu echt niet wilt, dan wil je dat echt voor jezelf houden, dan ben je totaal niet verplicht. Maar ik vind dat je het moet voor jezelf houden omdat je het wilt voor jezelf houden. En niet omdat je bang bent om het al ja, tegen anderen te vertellen. Ik vind ook dat het gewoon oké is als je op een bepaalde dag gewoon thuis komt met je vriendin als je een meisje bent of met je vriend als je een jongen bent. Ik vind niet dat je echt daar per se moet gaan neerzitten en zeggen van mama moet zeggen of zo. Hetero's doen dat ook niet. Waarom moeten wij daar dan zoiets speciaals van maken? Iedereen zal zich moeten outen. Het is te zien op welke manier. Ik vind wel dat iedereen wel moet vertellen van ja kijk ik val dit en dat. Maar ik vind niet dat er altijd zo'n groot spel van moet gemaakt worden. En dat ze er zoiets groots van moeten maken, want dat is eigenlijk allemaal best normaal. Ik denk dat je niet rond gay statements moet werken. Zo van, oh ja, is het daarom dat je kort haar hebt? Of is het daarom dat je veel rozen draagt? Dat zijn zo van die dingen die zo niet relevant zijn. Het is niet omdat je erachter bent gekomen dat je gay bent, dat je daarom ook moet beginnen met dingen te dragen die mensen zeggen van, dit is gay, dat moet jij dragen. Doe dit aan, doe dat. Je moet dat niet doen. Doe aan wat je wil, wees jezelf. Want die mensen worden vaak nog steeds gepest en buitensloten en raar bekeken. Het is niet dat je je voor moet schamen. En oké, altijd mensen die nu negatief reageren, maar let er niet op. Want je bent altijd jezelf en niemand. En ook echt niemand gaat dat ooit kunnen veranderen. Ik vind wel, in België is het makkelijker dan bijvoorbeeld in Rusland. Want daar is dan nog altijd zo'n groot ding dat niet mag. Maar makkelijk is nog altijd een groot woord, want nog niet iedereen kan ermee om. Ik denk dat je gewoon gay moet zijn op je eigen manier. Of gewoon jezelf zijn vooral. Of dat nu gay is of niet. Dat er geen groot spel wordt van gemaakt. Dat er niet zo'n ding rond moet gemaakt worden. Ik vind niet dat je daar zo'n heel spel van moet maken. Ik vind niet dat ze zo'n groot spel van maken. Een groot spel van moet gemaakt worden. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar open over te zijn, omdat ik mijn leerlingen vooral het gevoel wil laten geven dat er helemaal geen probleem is met een andere geaardheid. En het is eigenlijk mijn bedoeling om aan mijn leerlingen duidelijk te maken dat er daar helemaal geen taboesfeer hoeft rond te hangen. En daarom vind ik het heel belangrijk om daar open over te zijn. Anders geaard zijn is voor iedereen een andere zaak. Iedereen verwerkt dat of bekijkt dat op zijn eigen manier. En als leerkracht ben je natuurlijk in een bijzondere positie. En als leerkracht wil je vaak ook niet te kwetsbaar opstellen tegenover leerlingen. Dus ik kan mij wel perfect inbeelden dat sommige leerkrachten zich daar niet klaar voor voelen om zich zo kwetsbaar open te stellen tegenover leerlingen. Of sommige leerkrachten zijn misschien bang dat die kwetsbaarheid misbruikt zou worden door leerlingen. Dus ik kan me wel voorstellen dat er veel leerkrachten ervoor kiezen om dat niet duidelijk te maken of niet kenbaar te maken aan de klas. Maar dat heeft natuurlijk ook vooral te maken met het feit dat ik godsdienstleerkracht ben. Ik verwacht of ik probeer toch ervoor te zorgen dat mijn leerlingen heel open zijn, zowel naar zichzelf toe, zowel naar anderen toe, maar ook naar de leerkracht toe. En ik kan dat niet verwachten van mijn leerlingen als ik niet zelf open ben. Dus daarom kies ik er eigenlijk voor om ook heel open te zijn over mijn leven en mijn geaardheid onder andere ook, zodat ik dat ook terugkrijg van de leerlingen. De leerlingen vinden dat eigenlijk altijd positief. Ik heb nog nooit negatieve reacties gehad van leerlingen. Van ouders hoor ik soms wel een keer dat het, of niet rechtstreeks natuurlijk, maar via leerlingen kom ik dan wel te weten dat sommige ouders het misschien raar vinden dat er een godsdienstleerkracht homoseksueel is. Maar daar blijft het ook bij. Leerkracht, ik weet eigenlijk al sinds mijn 8, 9 jaar dat ik leerkracht wil worden. Vooral omdat ik
leerkrachten hebben bij mij in mijn kindertijd en in mijn jeugd een grote betekenis gehad of een grote rol gespeeld. En ik wist eigenlijk al van kleins af aan dat ik die rol eigenlijk ook wou zijn of betekenen voor andere mensen. Als leerkracht voel ik mij heel zinvol, ik voel mij nuttig. En dat is eigenlijk vooral de reden waarom ik voor de job leerkracht gekozen heb. Het vak godsdienst lag voor mij heel erg voor de hand. En dat komt ook, denk ik, door mijn anders geaard zijn. Omdat ik al, doordat je homoseksueel bent, kom je al heel vroeg, of word je al heel vroeg geconfronteerd in je leven met de grote levensvragen. Mijn toekomst zag er ook vrij anders uit, of ik had al vrij vroeg door dat mijn toekomst er anders uitziet dan de meeste van mijn leeftijdsgenoten. En ik wist bijvoorbeeld ook al heel vroeg dat ik geen kinderen zou hebben. En ik had daar ook wel wat last van. En in die zin wou ik ook mijn waarden en normen doorgeven aan de jongere generaties. En op die manier heb ik dan eigenlijk voor het vak godsdienst gekozen, omdat dat vak zich daar wel heel goed toe leent. En ook omdat ik wel sinds kinds af aan heel erg geïnteresseerd ben geweest in spiritualiteit en religiositeit. Bent u al lang uit de kast? Dus te zien wat je lang noemt. Ik ben al ongeveer 10 jaar uit de kast tegenover mijn vrienden en ouders. Dus dat was eigenlijk vrij laat, want ik was 21 toen ik er vooruit kwam. Voor jullie, op jullie leeftijd zou dat heel laat zijn. Maar tegenover leerlingen ben ik eigenlijk nog niet zo lang uit de kast. Sint-Lucas is de eerste school waar ik mee heb geout als homo, om het zo te zeggen. Omdat ik hier op deze school was eigenlijk de eerste keer dat ik het gevoel had van ik voel mij goed genoeg, ik voel mij comfortabel genoeg, ik ben zeker genoeg om dat aan die leerlingen te zeggen of te vertellen, om daar open over te zijn. En ook omdat ik wel voelde dat het leerlingenpubliek hier daar ook echt wel geen probleem van zou maken of dat mij dat niet zou storen tijdens het lesgeven. En ziet u een evolutie als u kijkt naar wanneer dat u op school zat? Hoe jongeren daarop reageren en vergeleken met nu? Ja, enorm. Dus op jullie leeftijd, dat is 15 jaar geleden toen ik jullie leeftijd had. En het verschil is gigantisch. De tolerantie is enorm toegenomen. Het is ook zeker geen taboe meer. Leerlingen zijn ook niet meer bang. Of, ik mag natuurlijk niet veralgemenen, maar er is heel wat minder angst voor leerlingen om ervoor uit te komen dan vroeger. Maar ik moet daar wel bij opmerken dat er nu, de laatste tijd in de maatschappij, dat de onverdraagzaamheid weer stijgt. En dat maakt mij wel een beetje zorgen, maar ik denk dat dat ook veel te maken heeft met de tijdsgeest waarin we nu leven. Het zijn een beetje onzekere tijden en dat zal daar ook wel mee te maken hebben. Maar hoe dan ook, de evolutie is in heel positieve zin geëvolueerd. Thank you.